Volg mij ook op Instagram, damien.vlogs. Laat een leuke reactie achter en doe een duimpje omhoog. Dan gaan we nu beginnen met de video. Veel kijkplezier! Hele goedemorgen hier vanuit Hilversum. Wat gaan we vandaag doen? Leg jij het even uit? Ja, leg jij mij uit. Oh ja, hij is jarig geweest. En wij... Gefeliciteerd, even in de comments, dankjewel. Ja, en wij hebben een verrassing voor hem klaarstaan. En ik denk, en eigenlijk iedereen denkt wel dat hij het heel leuk gaat vinden. En vanaf daar gaan we hopelijk een leuke dag hebben met z'n allen. Nou, ik neem jullie weer gewoon mee over de dag, zoals altijd. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier. Kijk eens wie we hier hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Wil je die eigenlijk nat schieten? Nee. Nou, zie hier die moois. Cora. En Marijn. Goedemorgen. Kijken. Morgen. Flikker ook lekker mijn tasje hierin. Ja. Is alleen hè? Ja, ik zal echt nooit keer. Meer even uitleggen wat de bedoeling is. Nou, wij weten wat we gaan doen, Rowena, Marijn en ik. Jason ook. Maar Damien niet. Hij mag niet weten waar we naartoe gaan. Het is niet stinkt hè, vind ik best. Hij stinkt niet. Ja. Dus. Ja, strakker hoor. Ja, prachtig. Kijken. Zie je wat? Nee. Oké, mooi. Kom je? Ja. Kijk, ik kan gewoon een stap naar voren doen. Erin. Ja, je zit. Gordel. Daar zit hij. Mooi. Ja. Heb je er zin in? Heb je er zin in? Ja. Gaan we kraan. Damien ziet dus helemaal niks. Ja, dat klopt. En nou is het 2 uur rijden. Ja, je van. Fuck. Holy. Huh? Dat is niet goed. What the fuck? Nee, hey, dat is meestal niet goed als je olie krijgt. We zijn nu al naar meer zijn, want ik weet wanneer we dus vinden, de vecht zo of de stierzenburg. Ja, die ligt echt net 2 meter achter ons. Ja, jammer wel. Net gemist. Dat hoor je wel. Toen. Ja, nou, eigenlijk ook oordoppen voor je mee moeten komen. Ik aan het doen ben. Ja. Niks. Doen ze nu koffie halen, daar heb ik geen zin in. En het nummer wat je nu hoort, achtervolg bij hem. Maar stop maar met filmen, anders krijg je koppelen. Ja, zo. Zometeen wordt het asfalt fucking kut, Damien. Dus, Het was een helder Almere, Amsterdam en dan ben ik. Ja, we rijden zo bijna op het ring van Brussel. Oh ja, we hebben een ander peper geskipt of zo. Ja. Ja. Zijn we overheen gevlogen? Je kunt ook op de ring van Brussel heen. Ja, nu kan niet. Het loopt toch al? Nee, al lang. Waarom moet je misschien niet vertellen aan je kijken? Nee. Ja, waar ga je heen? Nou, mijn naam is Damien. Nee, waar de fuck we heen gaan? Nou, de ene zegt Den Helder, de ander zegt Almere, Amsterdam. En de andere hebben we geskipt en nu rijden we in Brussel, blijkbaar. Ja. Ik vind het toch knap, jongens. Ja, en nou rijden we. Hey, Damien. Hey, eerlijk, heb je al een foto? Ja. Blijf staan. Nou, net op blinddoek afgedaan, ik weet niet of dat is gefilmd. Maar we zijn nu hier net als de parklocatie, schijnbaar. Dan denk ik dat. Waar is het dan, hè? Is benzine, hè? Oké, wat moeten we nu doen? Nou, dit lezen. Ja, dat is toch wel. Aan onfortuinlijke vinders van deze brief. Help me, boys!
Nog eentje. Welkom, Prison Island. Bij dit gevangenisavontuur probeer je zoveel mogelijk punten te behalen in de race tegen de klok. Prison Island bestaat uit 40 cellen op 3 verdiepingen. Probeer de cellen zo vaak als je wil en scoor zoveel mogelijk punten. De volgorde van de cellen, die bepaal je zelf. Je zit niet opgesloten en kan ze altijd naar buiten tijdens het spelen. Ben je klaar te spelen? Stel een team samen met een leider, een denker en een doener. In elke cel vind je een opdracht of puzzel. Werk samen en kom met je team achter hoe je deze moet oplossen. Een spel kan bestaan uit knoppen vinden en indrukken, ballen gooien of schieten, rekensommen of vragen beantwoorden, bewegingssensoren ontwijken of een combinatie daarvan. Bij elke cel heb je een bordje die je kan helpen met het oplossen van de cel. Ook staat erbij hoeveel mensen je minimaal nodig hebt om de cel te kunnen spelen. Je kan maar één cel tegelijk spelen. Probeer aan het einde zoveel mogelijk punten verzamelen te hebben. Gebruik je keycord om de cellen te openen. Is het lampje buiten de cel groen? Hou de sleutel onder de groene lamp en duw de cel erover. Is het lampje rood? Probeer dan een andere cel. Je kan de cel meerdere keren proberen, maar de hoogste score blijft staan. Hou je tijd goed in de gaten door op het scherm te kijken. Is de laatste in de cel groen? Dan heb je de punten behaald. Rood betekent dat je poging is mislukt. Maar probeer het gerust nog een keer. Bekijk de totaalscore van je team op het scherm naast de guardhouse bij de bewaker. Let op, nooit geweld te gebruiken om de cellen te openen. Snap je iets niet? Vraag de bewakers het door. Als je klaar bent, meld jij je bij de bewaker. Succes! Nou, ik heb dus het keykaartje. Drie persoontjes. Drie persoontjes. Nou, wij moeten wachten. Gaat ie. Ja, deze doe ik niet. Ik kan mijn Ik kan maar één tegelijk. Nee. Huh? Oké. Okay, is dit dol of zo? Wat is hier de bedoeling? Oh, wacht. Misschien weet ik het al. Daar moet je dan en iemand moet hier zeg maar klikken. Huh? Oh, ja. Precies in het midden onderin. Eén opzij. Zo. Ja, nee. Eentje naar één. Naar beneden. Rechts onder. Eentje naar rechts beneden. Ja, ik sta nu... Je staat toch op een linker? Ik sta nu midden. Nee. Nee. Naar achteren en dan... Richting de deur. Ik sta bij de deur. Ja, dat wel. Ga eens eentje... Nee, dan ga je naar boven. Komt die zo? Nee. Nog eentje naar beneden. Nee. Wacht. Nu nog maar één. Midden moet nog gedaan worden door iemand anders. En Rowena, jij moet midden boven. Daar moeten er ook twee. Hier, voor mij. Ja. Bij de tijd. Nou, twee goed. Maar die niet. Welke staat goed? Die linker? Je moet naar links onderin. En dan moet er eentje op. In ieder geval Jane moet naar links onderin. En Rowena, jij moet naar boven midden. En Demi moet weer terug naar midden. Zijn wij nu goed bij? Er moet nog alleen één iemand naar boven midden. Ja, welke kant links? Ja, staat goed. Twee bovenin links en rechts. En twee onderin. Ja, doe gewoon iets. Ik weet niet wie waar staat. Wij staan boven. Oké, dan moet er nu nog één boven links. En nu onderin de linker en de midden. Moeten er nog twee. Papa, jullie dus onder links en onder midden. Nu moet er nog eentje naar alleen... Ja, nu is dat goed. Disco man. Twee aan de meest rechterzijkant, de onderste en de middenste rij. En dan de meest rechterkant. En eentje midden onder. Zeg gewoon wie. Ja, ik weet niet waar iedereen staat. Links zijn partijen, ik rechts. Oké, okay. Jaden naar helemaal onder. Midden onder. En dan Bertijn naar links midden. Zo. Ja, en dan moet nog één iemand naar onder midden. Nee, opzij. Voor Jay en Bertijn. En moet nog bij Rowena en Demi moet er nog iemand op de... Eén opzij. Degene die nu op midden staat. Nee, andere kant. Rechts, sorry. Zeg
Zeg dat dan. Ja, oké, okay, en nu moet alleen nog één iemand onder het midden staan. Van links. Nee. Onder midden moet iemand staan. Voor Radje in partij. 4, 3, 2, 1. Ja, hij pakt het. Hij pakte hem niet. Okay. We hebben wel 86 punten. Ja. Hey. Hallo. Kiesoepel. Volgende. Volgende. Ja. Zo, even de moeilijkste. Komt hier. 2. Gaan we. Oh, wat? Wat is hier de bedoeling? Ik vond het echt helemaal niet raken. Kijk, ah, doei. Hey. Ja, maar hier heb je alleen zo'n gaas zitten. Ja, ga gewoon. Heb je iets van een opdracht? En wat je alles scherp. Weet het je wat je ook het is een doolhof. Nee, weet je wat? Ja, nee. Dead end, nou. Ik weet niet of die ook al staan, ik doe niks. Gebeurt wel. Weet je wat je dan ook kan doen? Stel die de dingen gaat af, kan je eerst helemaal naar de andere kant lopen, ja. En dan opnieuw doen. Ja, je hangt hier. What the fuck? Niet om onmogelijk op de vloer niet aan te raken hier. Hé, hey, Damien, daar mag je de vloer al niet aanraken, hè? Hier niet. Nee. Gewoon over dat gras niet springen. Nee, dat gras mag je wel aanraken. Mag je hier de vloer aanraken, of niet? Nee, die niet. Hoe dan? Vanaf daar moet je gewoon het gras op springen. Als je kan, kan niet uit dat wel, denk ik. Oh. Damien was weg. Ja, hier moet je lekker klimmen. Ik ga hem doen. Neem me nu mee. Dag! Nou kijk, je mag dus niet op de grond staan. En dat is best wel lastig, zo met een telefoon in je hand. Maar goed, we gaan het proberen. Laat maar. Ik ga met jou mee, want ik heb een test. Een knapje. Pak mijn telefoon. Ja. Nou, we zijn bed opgetild, gaan nu weer binnen. Pak mijn telefoon voor een zaklamp. En dat toilet, heeft dat nog een functie? Lekker lang. Kan je daar iets van over trekken? Ja, stop. Of zit die vastgeschroefd? Ja. Oké. Okay. Kan je die vasthouden? Ja, ik heb hem. Ja. Laat me los, ik heb hem. Die neem jij mee dan? Oh, we hebben nog 47 seconden. Ja. Oh, what the fuck? Auw! Hey! Justies! Een dijkje kuin! Wat? Ja, go! Ja, ik ga. En goed, weer niet gaan. Ik weet niet wat we verkeerd hebben gedaan nu, maar het zal wel. Nee, dat moet je rekenen. Oké, dat ga ik niet doen. Ik sta niet voor wiskunde. Ik niet. Wiskunde is geen rekening, lieve schat. Ik heb niet. Wiskunde is wel rekenen. Dit is een gedeelte van één. Nou, toevallig ook voor twee personen. Ja. Ik ga niet rekenen, want het is rekenen. Film even. Neem die mee. Tijd. 20 plus 7 plus 10. 30, 37. 37. 37. Kunnen we dat? Het is geen MBO niveau. Hier zo onder. Hier iemand. 37. Je hebt 8 seconden. Gaat niet lukken. Het werd in mijn 11. 11. Even kijken. 30 keer 3. 26. 39. 40. 39. 9. 25. 989. Kamp is een 2. Hey, best wel goed gedaan, ik weet niet. 70. 70 puntjes. Ja, heel leuk. Hey, kijk hier. Oei. Ai, 70 punten. Oh, dat is prima. Hoeveel konden we halen? Huh?
75. Nou, dat vind ik netjes. 70 van de 75, alleen niet moeilijk. Alleen hoe laatste. Lang ga je, nee, nu doen we, zeg maar, de laatste hebben we nog 3 minuutjes, dus ik kan zeggen, doen we gewoon. Oh, ja, je moet op knoppen klikken. Als een lampje valt, dan ga je op knoppen klikken. Wow. Als die lampje zo ligt, dan kan je niet op knoppen klikken. Daar. Achter je. Nou, nu nog de machinistentest. Ik denk dat die ze had 0-0. Waar staan wij? Nummer 10. Heb ik geen tijd meer. Tijd zo. Jij ervan? Oh, wel leuk. Het was echt mooi. Het was heel warm. Ja, het was warm, jongen. Ja, het ligt boven in die fabriek. Dat is heel Nederland op dit moment. Maar goed, we hebben nu nog een uur en een kwartier over voor onze volgende activiteit. Nou, wat dat is, dat zien jullie zo. Proost, jongens. Ja, dat heb je ook. Hey. We mogen geen bier drinken, want we moeten zo nog rijden. We zijn nu onderweg naar de kartbaan om een stukje te gaan karten. Jaden Bertijn staat goed, ouwe. Ja. Lekker. Jaden. Van ons groepje is nummer 1 Bertijn. Daarna kom ik zelf. Daarna heb je Jaden. En als de allerlaatste van ons geëindigd, Marijn. Ah, nou, wat vonden jullie ervan? Ja, nou, ik vond het zeker leuk. Wat vind jij van het filmen? Nee, nou ja, wij gaan nu weer richting Hilversum. Heb ik begrepen. Niet eens echt. Heel hard. Kijk, dit is de score. Er zit wel een flink gat. Je hebt een deel in. Wat is de deel in? 10. Zet hem gerust op pauze als je dit wil zien. Tussen mij en jou, deze is heel erg. Jij bent 13 dit reden. Maar je had echt een aantal die ze reden heel erg agressief. Gaan we naar de boven? Ja, een beetje. Hé, volgende keer een karting. Wat? Volgende keer een karting, het is een kartbaan. Dat is bij Groningen namelijk. Ach jezus. Oké, andere kant op. Boemer snapt niet meer wat het is. Nee. Gelukkig dat we met een groep mee rijden die ook niet zo heel goed was. Nee, er zat echt wel een aantal die... Ja, één vrouw die slipte koers van elke kop. Ja.
Bol, dik lokje. Als iemand weet wat het is, laat even weten in de reacties. Nou, we deze dikke bolide zijn aangekomen in Hilversum. En hier sluit ik ook deze video af. Nou, ik bedank jullie voor het leuke dagje. Want het was een leuke dag. Dat ging even oud tegen de soep. Nou, in ieder geval. Ik bedank jullie voor het kijken. Vond je het nou een leuke video? Abonneer op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog bij deze video. Marijn Steijnenpagina. En RWA GTN Spotting. Abonneer ook even op hun. En je hebt geen YouTube. Maar abonneer ook maar gewoon. Marcel. Het is dus het einde van deze video. Ik hoop dat je hebt genoten van deze video. Heb je dat? Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Het zij een treinvlog, het zij een los filmpje. Maakt niet uit. Volg ook mij op Instagram, damien.vlogs. En tot de volgende keer. Marcel.